NOS is ook vaak serieus nieuws. Ik krijg vaak het verwijt van, hè, dit is toch zo negatief. Ja. Dus ik dacht, ik moet iets positiefs. Ja. En misschien heb je het gezien, dat jongetje in Parijs. Een kleuter, die hing aan een balkon, was daar over de reling van het balkon geklommen. En ik ga graag naar van die Marvel films. En dan heb je natuurlijk al die superhelden, dan heb je Spider-Man. Ja. Nou, er stond dus gewoon een superheld gelukkig beneden te kijken. Anderen proberen het ook. Ik weet niet of we het filmpje hebben, maar... Ja? Dan kun je naar kijken. Vertel maar. Nou, ja. Oh, wacht even. Oh, ja. De snelheid waarmee deze jongen... Het is een Malinese migrant. En die klimt dus in no time. Wacht maar even. Laat maar even kijken. Kijk eens even. Ja. Want dit was gewoon een jongen die langsliep uit Mali. Ja, stond op de grond. En je ziet dus op die beelden dus anderen die proberen het ook, maar in een wat minder snel tempo. En hij klimt ineens omhoog en woont een half jaar nu in Frankrijk. De burgemeester heeft al gezegd, ja, ik ga je steunen dat je hier kunt blijven. Want hij twijfelt geen moment, hij onderneemt actie in. Dat is natuurlijk heel knap. En die mensen die ernaast staan, want dat hoorde ik ook van, die krijgen natuurlijk verwijt, ja, waarom doet die niks? Maar er zit, net zoals bij balkons, dus zo'n tussenschot. Dus die kunnen er niet bij. En eigenlijk kunnen die alleen op hem inpraten en een beetje van ja, hou vooral vast. En die jongen kan hem gelukkig dus echt redden. Maar dit is ongelooflijk knap, want hoe sterk je ook in je armen moet zijn en hoe atletisch om dit gewoon vier verdiepingen zo jezelf omhoog te trekken, puur uit armkracht. Ja. Dat is ongekend. Maar hij zegt ook ergens, dacht ik ben helemaal geen klimmer of... Nee. Maar hij gaat wel naar de sportschool, hoor. Maar gewoon zo'n drive die dan naar boven komt. Je denkt, ik moet in dat in. Ja, voeringsding, denk ik ook. En misschien maakt hij dus wel mede ook door dit heldige gedrag kans op een verblijfsvergunning. Hè? Ja, dat zal zeker. Ja, hij is nu natuurlijk alle interviews. Precies. Ja.